Nee, mijn naam is Gerrit-Jan Rozen. Ik ben van het bedrijf Biofreshie. Dit is het perceel Poelen waar we in staan. We hebben daarnaast ook nog een perceel hier om de hoek met erwten. Dat is voor de industriële markt en deze pompoenen zijn voor de versmarkt. Deze worden getild voor de versmarkt. Dit is het ras Orange Summer. Je hebt heel verschillende soorten. Dit is een oranje variant. Wij telen deze en, of tenminste eigenlijk telt Ebels Heer deze. Deze worden op een gegeven moment in oktober worden deze geoogst. Deze zijn gezaaid eind mei, begin juni. Die worden geoogst in september en gaan dan de bewaring in. Die moeten bewaard worden op 12 tot 14 graden, dus best wel op een hogere temperatuur. Met goed vocht, lucht erbij, zodat in ieder geval het vocht wordt afgevoerd. En dan worden ze afgezet, met name vanaf oktober tot en met begin februari. Nou, er staan hier ongeveer op een hectare 15.000 zaadjes zijn er gezaaid. Dus staan hier 15.000 planten. Nou, elke pompoen geeft, wat zal het zijn, 1 tot 2 stuks. Dus een gemiddelde opbrengst ligt ongeveer rond de bruto 16 tot 20 ton. Dus zo'n beetje 15 tot 20% van hun vocht verliezen. Dus netto hou je ongeveer 12 tot 15 ton per hectare hou je ongeveer over aan netto product. Nou, dit gewas is een Orange Summer en die geeft pompoenen van rond een kilo. Dat is eigenlijk ook wel de maat. Dus een kilo pompoentje, dat is ongeveer dit maatje. En dat is echt wel een pompoen waarmee je eigenlijk een mooie maaltijd kan maken. De pompoenen worden ook met name gebruikt voor de soep. Hè. En voor de laatste jaren worden er ook steeds meer en meer gebruikt voor salades of voor stukjes die je in de frituur kan stoppen. Dus hij is eigenlijk wat meer multifunctioneel. Maar de meeste pompoenen blijven in de Nederlandse markt. En er is eigenlijk ook best wel wat export, met name naar Duitsland, wat naar Scandinavië en Frankrijk.